Ja, schat. Het Van Bergenplein is niet bereikbaar, staat hier. Maar hoe moeten we dan naar de kermis? Ja. Hoe doen we dat? Ja, niet bereikbaar. Wat sta je allemaal daar hyper te doen, meid? Hè? Hè? Oké, maar we gaan iets leuks doen en dat zien jullie natuurlijk zo. Ja, ik denk dat de hint wel duidelijk is. Maar goed, we zullen het vandaag nog even uitleggen. Goedemorgen. Nou, niet voor ons eigenlijk niet, maar ik weet niet, trouwens de vlog komt altijd 's avonds online. Dus. Goedenavond, wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog van de Reizers Familie Vloggers. Mijn naam is Dennis. En ik ben Melissa. En ik ben Nova. En wij gaan vandaag, zoals jullie net in de intro al zagen, naar de kermis. Het is weer zover, de najaarskermis op het Van Bergenplein in Etten-Leur is er weer. Dat is vlakbij ons huis, kunnen we lekker heen wandelen. En dan gaan we eens eventjes kijken of er nog iets anders is dan de andere jaren. Ik denk het eigenlijk niet. Ik ook. Maar er zijn in ieder geval weer genoeg attracties waar we in kunnen. Dus we gaan eens eventjes kijken hoe het daar is. Hey Nova, en waar wil jij dan in? Een Luna Park. Luna Park? En de rups. En de rups, oké. Okay. En dan gaan we kijken of we een gratis ritje kunnen winnen, of niet? Met die rups. Want ja. Dan kan je toch zo uit de lucht iets graaien of zo? Ja. Dan kunnen wij weer samen. Oké. Okay. Samen? Ho. Dan word ik hartstikke duizelig. Echt niet. Hoe weet jij dat nou? Want ik heb vorig jaar ook 3 keer achter elkaar met mij bent geweest. Ja, maar dan kan het nog steeds veranderen. Oké. Dan hebben we 2 keer een gratis ritje. Oh ja, dat is waar. Normaal, ze heeft hem gewoon nog een keer. Echt?
waarom? Oké, hopelijk de laatste keer. Laatste keer. Nee. Goed zo. Laat alsjeblieft iemand anders winnen. Oh jee. Ja! Het wordt de laatste hoor, jongens. En natuurlijk sluiten we deze avond weer af met een heerlijke galinebol, oliebol, andere bol. Maakt niet uit als het maar lekker is. Ja jongens, en toen zijn we weer onderweg naar huis. En de dagavond is iets anders verlopen dan we eigenlijk hadden gedacht. Zeven keer. Zeven keer in de rups geweest. De eerste keer, dat hebben jullie gezien, hebben ze zo'n kwast hangen. En als je die dan pakt, krijg je een gratis kaartje. Die had jij gepakt. Die had ik gepakt. Toen ging Nova alleen met een vriendinnetje, nee niet alleen, ging met een vriendinnetje erin. Ja. Toen pakt ze hem weer. Dus wij weer een kaartje bijkopen, zodat de vriendinnetje en Nova weer samen konden. Daarna pakten ze hem dus weer. En weer. En weer. En weer. Dus dit heeft iets meer geld gekost dan we eigenlijk bedoeld hadden. Ja, gelukkig moet een beetje afwisselen met vriendinnetje, dat hij ook zo nu en dan een keer kwast voor Nova en een keer kwast. Dat wel, en ik ben maar niet meer in het Lunapark gegaan om een beetje de kosten te dekken. Precies. Ja, twee keer zo, nee. Joh, ja. Dus, maar we hebben nog even het lekkers erbij. Ja, nog even een bolletje. Dan gaan we dadelijk even lekker eten. Aardbeienbol. En Nova die gaat zo dadelijk naar de aardbeienbol ook naar bedje toe. Hé, wat is dat? Het is een bocht wat erbij was. Een aardbei! Een aardbeienbelinebol. En ik heb gewoon een oldschool belinebol. En wat is mama? Een appelbol. Een appelbol, oké. Nou, eet smakelijk. Op de bank. Want jij ging ook in de bank. Wat? Maar dat is een andere bank. Wij zitten op een rustige bank. Nee, dat was een wip. Jij ging op de... Op een wip. Ja, die zo, ja. En American whip. Dat stond de American whip. Whip. Ja. Whip. Maar heel veel keer rondgedraaid in die rups. In de Amazone. En toen nog heel hard draaien in de bank.
En ook nog even 2 keer in de Luna Park. Geweest. Echt weer een heel... Nou, ik denk vooral draaierig avondje geweest. Ja. Maar ik vind het wel cool dat je alleen ging in de Luna Park. Want normaal gesproken moest papa altijd mee. En was alleen niet zo'n optie. Nee, maar nu waren er vriendinnetjes bij natuurlijk. Dat scheelt ook, hè? Ja. Was leuk. Was een leuk avondje inderdaad. Dus nou, was top. Want het was vandaag best wel even slecht weer. Dus we dachten nog, oeh, gaat het lukken? Maar toch nog even gelukt. Want morgen... De zonnedans. Oh. Ja, dat hadden we inderdaad. Dan ging in de regen en bracht ik over naar dansles toe. En ja. Toen zei ze van, ik ga de zonnedans doen. En toen ik het ophaalde, toen scheen de zon, hè? Kijk. Nou, goed gedaan. Ja. Fijn, meer vaker doen hoor. Helemaal fijn. Gewoon heel de herfst of zo voor de zonnedans. Gewoon altijd. Ja. Dit is de zonnedans. Oh, dan gaan we het zien hoor. Zon. Som, oh mijn som, kom naar mij toe. Ja. Dus, zondans, ja. Maar goed. Nou, het was leuk. Zo dus... hebben we wel weer in ieder geval een leuk avondje ja, gehad. Ja, precies. Het was echt gezellig. Het is ondertussen 8:30 geweest. Dus inderdaad lekker, we zijn denk ik 2 uurtjes ongeveer geweest. Ja, we hadden niet verwacht dat we 7 uur in die rups gingen. Nee, we hadden niet verwacht dat we 7 keer in die rups gingen. En zelfs het personeel die had echt zoiets van, oh nee, weer. Weer, zei ja. Ja, was leuk. Was echt heel leuk. Ja. Dus nou, ik hoop dat jullie ook in ieder geval een leuk beeld hebben van deze kleine. Want het is wel een kleine hoor. Echt maar heel klein. Najaarskermis. Het is ook niet de grote. Je hebt ook nog een grote versie altijd in juni dat of juli. Daar moeten wij ook nog. Ja, maar het lukte dit jaar lukte dat niet. Hè? Want dan hadden we iets anders. Kunnen we ja, dan waren we vast weer op vakantie of zo. Hof van dat... Saks. Oh ja, Hof van Saks. Oh ja, Hof van Saks. Hoe nou, je dat? Dat is ook wel zo'n Oké. Dat was te onthouden. Ja, ja dus, maar dan is het echt een grotere kermis in Etten-Leur. Maar nu was dit gewoon de kleine najaarskermis. Maar hey, gezellig voor een avondje zo, voor 2 uurtjes. 2,5 uur hebben we er ongeveer rondgelopen. Ja, echt hoor. Stiekem zijn we lang geweest. Dus ja, hoop dat jullie ook een leuk beeld hebben. Wij hebben in ieder geval een heel erg leuke avond gehad. Ja, ik ben dus, best moe. Ja, we gaan nu lekker afsluiten. Niet. Nou, toch gaan we wel afsluiten. Dus ja. Ben je nog niet geabonneerd? Hier onder beneden. De video, klik even op je abonneerknop, want we gaan richting de 5000 abonnees, nog jongens. 200. Nog 2000. Oh. Ja. 2000? 200. Ik wil zeggen. 2000. 200. 200. Ja. En dan gaan we partypoppen. Dus... Gaan we partypoppen. Yes! Die hebben we al klaar liggen, al een jaar of zo. Ik weet niet hoe lang, maar in ieder geval een tijdje terug hier gekocht. Ja. Dus ben je gewoon graag even klikken. Klik. En daarnaast zit een belletje. Even op klikken, want dan mis je geen enkele video van ons. Krijg je gelijk een melding wanneer wij een nieuwe, leuke, supergezellige vlog voor jullie online zetten. Ja. Is ook mogelijk om lid te worden natuurlijk. Dus als je daarop klikt, dan zie je gelijk Dennis even in beeld om uit te leggen wat het precies allemaal inhoudt. En welke exclusieve dingen je allemaal daarvoor terugkrijgt. Gewoon even klikken, is altijd handig om te weten. En... Laat het duim. Die kermisduim omhoog, achter. Doe een kermisduim op deze video omhoog, heel achter. Graag. En dan kunnen wij met z'n drieën niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Zeg maar, als je die kast pakt, moet degene die in dat kaartje op dat moment zitten, gewoon nog een keer. Ja? Dat zou leuk zijn. Oké. Okay. Ja. Dat. Maar tussen, waarom sta je daar met iets in je handen? Dat is een pilaar. Een pilaar? Oh, je bent een pilaar? Ja. Oké, okay, hoi pilaar. Hallo. Hoi. Hij ging net opeens, hij hing daar boven. Ja, hij hing daar eigenlijk in het hoekje en toen liet hij ineens los, zeg maar. Nu dus. Hou ik hem nog even voor de gein zo. Oh, voor de gein hou ik hem zo vast, ja. Maar ik kan hem nog niet weg. Oh, hallo, je bent al lang niet meer jarig, joh. Echt al drie nee, dagen. Je bent gewoon niet meer jarig, je bent gewoon al oud en versleten. Ben je al misselijk van alle draaien? Vandaag? Ja, ben je misschien ook een al draaien van vandaag? Nee! Of niet? Doe ik niet! Oh, oké. Okay. Hoe slaapt al? Zo lekker!